Nou, Irini heeft vandaag niet zoveel gedaan. Ik heb vandaag niet zoveel gedaan, maar wel jullie. Yay! Shoppen! Goedemiddag. Het is welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Ik was naar stage gegaan tot 11:30. Toen had ik een meeting met Jasper, want ik vind mijn stage kut. En toen ging ik naar die meeting bij Nook. Daar had ik die tosti gegeten. En uit het gesprek kwam gewoon voor dat we morgen of woensdag even gaan praten met mijn stage. En dat we dan gewoon echt een schema maken met alle weken die er nog te gaan zijn. En wat ik in die weken ga doen. En ik wil ook niet de hele tijd in dat kantoortje zitten. Dus hij gaat vragen of ik zeg maar op plekjes mag zitten binnen het hotel waar ook mensen zijn die Engels praten. Want er wordt gewoon alleen maar bazen gepraat en ik krijg niks mee van de business. Dus alles wat ze bespreken, als iemand bijvoorbeeld zegt van oh, er is geen kamer meer vrij voor deze persoon, dan alles wordt opgelost in het Bahasa. En daar heb ik gewoon niks aan, daar leer ik gewoon niet van. En als we niet op een, als dat niet lukt, als dat niet kan, dan gaan we gewoon een andere stage zoeken. En kan ik maandag ook gewoon beginnen met een andere stage, zei Jasper. Want dan is woensdag is nog wel op tijd en hij heeft wel connecties en zo, dus zou op zich ook kunnen. Dus ja, dat. Daarna ben ik even naar een flessenwinkel gegaan. En toen heb ik deze fles gekocht. Want deze blijft lekker cool. Want ik haat warm water. Deze was 330.000. En dat is misschien 20 euro. Het is wel duur, maar. Hè. Dan vanavond maar gewoon een nasietje eten. Het regende ook super hard. Dus ik was net ook. En daarna ging ik nog naar een kledingwinkeltje, maar heb ik niks gekocht. Het was met Irini en toen was haar meeting vergeten, dus ze moest al naar huis. Dus toen dacht ik, ga ik ook naar huis, anders ga ik weer onzin kopen wat ik niet nodig heb. Dus dat was mijn update tot nu. Nasietje besteld en Euphoria. Season 2, episode 2. Goedemiddag. Het is vandaag dinsdag. En ik heb net meekoring gegeten. Want ik had gewoon zin in een pokeball. Maar die lekkere pokeball waar je zeg maar kan samenstellen, die had geen fucking zalm. Hoe heb je geen zalm terwijl je pokeballs verkoopt? Dat is echt raar. Dat is echt raar. Get your shit together. Ik ga zo even naar de markt met Annemij om 4 uur. Het is 5 over, maar het lijkt alsof het gaat regenen. En vanavond gaan we eten bij een plekje All You Can Eat Pizza's. Dus dat is mijn update voor de dag. Ik vind stages wel kut. Maar ja, ik heb morgen gesprek met Jasper en het hotel. Dus we gaan zien wat eruit komt. Ik heb even snel dit gehaald. Mini Twisters en chocoladekoekjes. Want ik had er zo'n zin in, maar het regende. Dus ik heb even snel gaan voordat het weer begint met regenen. Zo, dat. En Annemij rent weg voor dode kippen. Leave your family in the cold rain.
Dus ik heb stickers op mijn telefoon, maar dat zetten ze erop. Maar we zijn een avondje gratis eten en gratis drinken. Gratis cocktails. Ik heb een mint mojito en dan krijgen we straks gratis eten. We hebben sojabonen, 4 stukjes sushi, tonijn met een soort aardappelpuree, pork belly met rijst en ei en een fruittoetje. Mij en ik gaan even een ijsje halen bij de minimarkt. Kapot leuk. We hebben net bij Shishi gratis gedronken en gegeten. Wow, de maan. Lijp. Hey, bedankt hè, taxi. Ik heb volgens mij gisteren niet echt gevlogd, want we mochten niet filmen. Ik wilde daarvoor nog zeggen dat we dus gratis gingen eten. Want je kon bij zo'n tent kon je reserveren. Dus we hadden een week van tevoren gereserveerd. En dan kon je van 8 tot 10 gratis eten. En kreeg je drinken. Ook gratis drinken. Gewoon cocktails. Dus ik was gewoon dronken. En toen ging ik vandaag naar stage. Weer geen vak gedaan. Dus ik denk dat ik deze week gewoon even een appje stuur naar mijn supervisor. Want het voelt niet alsof ze mijn supervisor is. Want ze gedraagt zich niet zo. Oké. I'm free. I'm not gonna think about that. Ik ging naar de supermarkt en ik had natuurlijk die kabijen aan. En toen vroeg ik wat aan iemand. En in het Engels natuurlijk. En daarna kwam ze echt zo van: "You look so beautiful. I thought you were Balinese." En dan was ik: "Thank you. Boost mijn ego nog even meer." Maar ja, ik heb wel echt ziek ego. Ja, ik ben niet naakt. Ik had rujak gekocht, want het is een soort van lotis. Maar ik had ook appels gekocht en ik had het op de markt gekocht, maar het was schoor op de markt. Dus ik heb net appels gekocht bij een supermarkt. Dan ga ik nu nog een keer proberen, want ik heb het ook in een koelkast gedaan. Dus het is koud. Dus het is, als het goed is, is het nu span. Want de smaak was er. Dus was het niet zo peper. Morgen. Het is vandaag vrijdag. En elke vrijdag vanaf nu werk ik gewoon vanuit huis of vanuit een café. Heeft Jasper voor mij geregeld. En dus vandaag ga ik met Annemij naar Brunch Café. En dan ga ik bezig aan school. Want ik had mijn stageplan ingeleverd, maar er moet heel veel aan verbeterd worden. Dus dat. Ik denk, ja, dat was het wel. Gisteren waren we uit eten geweest. En Annemij, die had per ongeluk met haar stage haar Instagram een reservering gemaakt. En haar stage is zeg maar foodblog. Dus hun review shit. En dus toen dachten ze dat ze werden gereviewd. Maar ze gaat ook wel echt een klein berichtje door. Want ze moet gewoon overal naartoe gaan. En dan moet ze gewoon een post maken met een klein berichtje. En dan bij anderen gaat ze een grotere post maken. Of zo weet ik veel hoe het gaat. Maar toen kregen we dus en gratis shotjes. En gratis brood. En het was very nice. Dus dat. Dus jullie zien zo wel wat ik ga eten. Ik heb al trek namelijk. Nou, ik ben net terug van Vida's kijken voor open oma. Want ze hadden 2 gezien, dus dan ging ik even kijken of het echt zo leuk was en echt zo goed. Gewoon dingen wat je op foto's niet ziet, dat is wel fijn, zou ik ook vinden.
En nu ga ik even zwemmen. Ik had net een kip sandwich met avocado en aioli en rucola. En het was wel lekker. Alleen de kip was koud. En een beetje dry. Maar hè, die pasta van gisteren was ook wel lekker. Alleen een beetje weinig. En een beetje te waterig. Niet zo creamy creamy. En dat was het. Ik ga nu zwemmen. Dan ga ik even echt bezig met school. En that's it. Ik reed in zo'n drukke straat en er was een man langs de weg gestopt en ik dacht dat hij wilde oversteken. En zeg maar, toen zag ik dat zijn telefoon was gevallen en dat ik echt zo'n stuk ervan afreed. En als ik het niet op tijd had gezien, was ik ook overheen gereden. Heftig, daarom moet je niet op je telefoon op de scooter. Het is avond en nog steeds vrijdag en ik heb dit jurk aan en ik ga nu zuipen. Net 800 meter naar beneden gelopen. En nu ga ik even laten zien hoe dat eruit ziet. Woo, very pretty! Pretty lady over here! Ik ben net wakker van een dutje. Ik viel echt om 9 uur in slaap. En het is nu 2 uur 's nachts. Ik ging vandaag natuurlijk raften. En we moesten echt 7:30 weg daarvoor. Dus vandaar dat ik zo moe was. De raft was echt leuk. Het was echt leuk. We hadden daar ook lunch gekregen. En het was echt in totaal met vervoer erbij. Was het echt €24. Dat was ook gewoon fucking cheap. Daarna kwam ik thuis. Heb ik even gechilled. Toen ging ik wat eten. Een burger. De burger was wel erg lekker. Maar niet speciaal zo. Ik heb wel betere burgers gehad. En die patat was wel echt lekker. Dus ja, dat. Ik denk ik zo weer verder gaan slapen. Maar mijn waterfles is op. Dus ga ik naar buiten om nieuw water te pakken. I don't know. Nou, ik had vanochtend dus een tattoo gezet. Hier achter mijn oor. En we gaan nu naar een beachclub. En ik heb nieuwe slippers gekocht. Oh, cute.